Jongens, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een keertje iets anders doen. Niet mee op de mosselboot en geen experimentjes. Vandaag gaan we naar de Delta werken. En gaan we vloggen bij Neeltje Jans. En ja, meer weet ik niet te zeggen. Dus tot zo. We staan nu op de Delta werken. Het zijn die grote schuiven die dicht gaan door die grote cilinders. Ze zijn gebouwd na de waternoodramp in 1953. En dat is de Noordzee en dat is de Oosterschelde. En meer weet ik er niet over, dus dat gaan we zo ontdekken bij Neeltje Jans. We zijn nu aangekomen bij Delta Park Neeltje Jans. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we maar naar binnen gegaan. Zo, we zijn nu binnen. Kijk, wel grappig. Dit is toch lollig? Aansteken, bellenblaaspotjes, steen erin. Allemaal dopjes, visnet. Kunstwerk van de rommel in de zee. Zo, hier is een groot beest. En kijk, dan daar is zo'n hangram. Met alle spullen gevonden uit de zee. En daar is een vis met alle spullen gevonden uit de zee. Zo, er zijn nog heel veel dingen hier. En daar is ook een vis met alle dingen gevonden uit de zee. Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht vooral in de kustprovincies tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Puur weer met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuien. Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om 5 uur werden de geldende waarschuwingen vervangen door waarschuwingen voor zware storm tussen west en noordwest. Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee moet een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit. Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Daarom werden vanmiddag om 5:30 de groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen-op-Zoom gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water. De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan, heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp. Helaas zijn de laatste uren, behalve berichten over dijkdoorbraken en overstromingen, ook mededelingen binnengekomen die melding maken van slachtoffers. Alle mogelijke hulp wordt gezonden naar de getroffen gebieden in het zuiden en westen van het land. Waterstaat experimenteert hier met een gigantische kabelbaan met gondels die stenen in netten boven het water dragen en dan laten vallen, zodat geleidelijk maar toch snel een dam kan worden opgehoogd die de grevelingen afsluit. De bergen basaltkeien liggen al klaar om in de gondelnetten geladen te worden. Iedere gondel kan 10 ton stenen per keer meevoeren. En de bemanningen van deze voor ons land ongewone voertuigen, die een eigen aandrijving hebben, hebben er al gedegen mee geoefend. En zo hebben ze dus de Deltawerken soort van gemaakt. Ze hebben een soort skigondeltjes, allemaal betonblokken erin. Dit soort betonblokken hebben ze van boven helemaal in het water gegooid en dan kreeg je zo'n muur. Nou, dit is een beetje hoe hoog het water kan staan. Dit is het gemiddelde laagwater, dus bij spring eb of normaal laagwater. Dit is NAP, dus normaal Amsterdamse pijl. Als het 3 meter hoger is dan NAP, komt het boven het gemiddelde hoogwater uit. Dus dan is het groter dan spring vloed.
Dan wordt er alarm geslagen. Dan komt het neer op de stormpeil. En dan gaan de dingen dicht. Wow. Hier loopt het water onder. En als ik dan net zo doe, dan kan ik het water zien stromen. Maar ik kan veel beter aan deze kant gaan kijken. Want kijk dan hoe groot dat is. Hoe hard het water stroomt. Hier zo zie je die twee strepen. Die eerste onderste rode dikke streep is 3 meter hoger dan het NAP. Dan sluiten die grote wanden. En dat daarboven 1,20 meter hoger. Dat is die dunne streep. 4,20 meter hoger dan een normale NAP, was de watersnoodramp in 1953. Nou mensen, dit was het weer voor deze video. Nog één leuk klein beetje. De overstromingen. Vroeger, toen de deltawerken er nog niet waren, was de kans op een overstroming 1 in de 80 jaar. En omdat nu de deltawerken er staan, is het 1 in de 4000 jaar. Nou, dan is de grote kans dat wij nooit meer een overstroming meemaken in Nederland. Doei! Damn.